We zijn al naar Groenlo geweest, heen en terug. We zijn door een veerziekte zijn we heen en weer geweest naar Hengelo en Enschede. We zijn naar Haaksbergen, Bekkum, Hengelo, terug naar Enschede geweest. En toen hebben we een jaar of 8 geleden hebben we dit parcours opgevat. 2 rondjes vanwege de kostprijs, was goedkoper. En dat was nu toch wel, liep toch wel op zijn einde. Waarom? Er was veel kritiek op het stukje Glanenbrug. En niet zozeer alleen het rechte stuk, maar ook nog omdat het helemaal op het laatste staat. Dat was niet zo fijn. 16 kilometer punt of het 38 kilometer punt. En dan zit je erdoor en dan moet je echt zo'n lang saai stuk, waarbij de windrichting ook nog een beetje bepalend was. Altijd windweer. Ja, dat is toch voor velen, we horen dat steeds terug. Je zei het zelf ook, die weg terug van Glanenbrug naar Enschede, dat is de kuitenbijter van deze dag. Ja. Ja. Ik zit ongeveer 19 jaar in de lopingscommissie. Waarom? Leuk, actief, bemoeienis, van alles, je kunt zich echt niet bedenken. Adviezen geven, gevraagd of ongevraagd. Ik vind dat ook nodig was de laatste jaren. En beetje bij beetje kreeg dat meer houvast. Maar nu is het beter. Want jouw droom is uitgekomen. Ja, eigenlijk wel. Als loperscommissie geven we gewoon de boodschappen, zijn we de boodschappen van het publiek, van het Twentse looppubliek. En dat hebben we zeg maar beter te bewoorden in van, ga nou nadenken over een nieuw parcours, geef ons nog eens iets vrijheid, laat ons eens stoeien met de ruimte die we nu hebben. Er zijn best wel mooiere dingen te laten zien dan nu, dan je nu laat zien. En dat hebben we ook geprobeerd, wat meer highlights erin. Ik vind zelf de universiteit natuurlijk een prachtig gebied om overheen te lopen. De Grolsvesten, onze Twentse trots, daar moeten we langs. We hebben een F35 en dan via de binnenstad terug naar de Singel. Fietssnelweg. Fietssnelweg, ja. Waar je zit? Ja, het Van Eekpark bestaat 100 jaar en is echt een heel leuk dingetje. Als we het voor elkaar krijgen de komende jaren om hier een feestje te bouwen in het park, dan wordt dit een heel leuk stuk. 38 kilometer punt voor de lopers, waar ze ons echt veel plezier aan beleven. De Enschede Marathon bestaat 50 jaar. 50 jaar geleden was hier de start. Ja, 3 landen lopen. Ja, was wel bijzonder, dus wel heel leuk om hier dan langs te komen. Is het huidige parcours voor de lopers snel, voor de recreant mooi en voor het publiek goed te bereiken? Een parcours is zo snel als de snelste loper die erop zit. Ik weet zeker dat de halve marathon, die voorheen altijd vals plat omhoog liep, dat gaat nu vals plat omlaag. Bij de Lonnekemolen. Daar val je Lonneke binnen en vanaf dat loop je alleen maar naar beneden naar de finish. Ik denk dat dat een snelstuk is. Ik denk dat we verrassende tijden zullen meemaken in de halve marathon. De hele marathon kan ik nog niet zo goed inschatten. Het is wel heel moeilijk voor ons om dat nu in te schatten. Je hebt hem gefietst? We hebben gefietst, we hebben delen gelopen. Ja. En? Ja, heel fijn, fijne ondergrond. Want het is niet alleen het parcours, maar ook de ondergrond. Dat zullen we straks zien bij de F35. Het loopt gewoon heel lekker. De busbaan loopt lekker. Dat is mooi glad, egaal beton. Lekker lange egaal stukken. Asfalt, lange stukken. Niet elke loper wil alleen maar tussen de mensen lopen. Je zult ook stukken even rust tot jezelf komen. En daarom hebben we ook Glanenbrug er wel ingelaten. Het eerste stuk is gewoon fijn, 5-6 kilometer lang om je te positioneren. Om goed tempo te krijgen. Enschede Marathon heeft best moeilijke jaren gekend. Dit jaar kan een keerpunt zijn. Dit jaar moet een keerpunt zijn. Dit jaar moet een jaar zijn waarin we de weg omhoog gaan vinden. 1200 deelnemers op de hele marathon. Ik hoop dat we dat halen. Dat is 200 meer dan we hadden gehoopt. En als we dat doorzetten de komende jaren... Dat is een keer zoveel dan vorig jaar. Ja, dat is echt bizar. Dat is heel mooi. En als we dat doorzetten naar de komende jaren, dan moeten we richting die 2000, 3000. Dat is toch wel droomaantallen. En dan staat het weer op de kaart. Dan staat het op de kaart en dan gaat Enschede weer meetellen in Nederlandse marathon. Thank you.